Heb ik daar dingen voor moeten laten? Ja, heel veel dingen. Heb ik daar spijt van? Nee, totaal niet. Hey, leuk dat je er bent. Wauw. Mooi hoor. Hey. Zou ik misschien nog met jou op de foto mogen? Zeker. Zal ik hem nemen? Heel graag. Dankjewel. Tuurlijk. Hey Ramona, gebeurt dit nou vaker? Ja, door het programma Siesta de Dres krijgen we natuurlijk steeds meer bekendheid, waardoor mensen het leuk vinden om met op de foto te mogen. Oh, leuk. Ja. Hey, je hebt hier echt een prachtig paleis. Konings bestaat nu inmiddels 50 jaar. Meneer en mevrouw Konings zijn begonnen in een klein schuurtje, in een klein dorpje in de Zeilberg. En uiteindelijk hadden ze zoveel succes en zijn ze verhuisd naar het centrum van Deurne. Daar hebben ze 30 jaar gezeten en na die 30 jaar heb ik de kans gekregen om de zaak samen met mijn moeder over te nemen. Als mensen nu iets over Konings willen weten, hoe zou je Konings dan het beste kunnen omschrijven? Nou, Konings is een unieke beleefwinkel waar iedere bruid, bruidegom, familie, gasten, kindjes, iedereen terecht kan. En uiteindelijk binnenstapt met het gevoel van wauw. En al uiteindelijk beleeft wat je op zijn dag wil beleven. Er echt een feestje van willen maken. En uiteindelijk echt het koningsgevoel beleeft. Je hebt een heel mooi bedrijf hier neergezet. Je bent al vrij vroeg begonnen. Heb je daar eigenlijk veel voor moeten laten? Nou ja, ik heb daar inderdaad wel heel veel voor moeten laten. Ik heb natuurlijk al jong de zaak over kunnen nemen. En uiteindelijk, als je iets wil, dan moet je daar hard voor werken. En bijvoorbeeld op stap gaan en leuke dingen met vriendinnen. Ja, dat ging gewoon niet. Ik moest werken, ik moest de boekhouding doen. Ik moest mezelf ontwikkelen, want uiteindelijk ben je nog jong als 17-jarig meisje als je zoiets wil gaan doen. Je hebt weinig tijd om een relatie op te bouwen. Je moet gewoon veel dingen laten om je droom werkelijkheid te maken en iets werelds neer te kunnen zetten. In zo'n bedrijf heb je natuurlijk een hele hoop mensen. Hoe zorg je ervoor dat je de juiste mensen uitkiest om voor jou te werken? Nou ja, toen ik de zaak overnam, waren we al met een heel sterk team. Uiteindelijk groei je daarin verder en komen daar steeds meer mensen bij. Alle mensen die hier komen werken, die wil ik dat bijna hetzelfde, met dezelfde passie en met dezelfde drive hier komen werken. Dat ze mee kunnen in het koningsgevoel. Je hebt ook een eigen label, House of Bridal. Mm-hmm. Wat is de reden dat je dat bent gestart? Nou ja, ik miste wat in de collectie. En ik heb al meer dan 20 jaar ervaring in het bruidsmodevak. Ik heb heel veel bruidjes mogen helpen bij het uitzoeken van een droomjurk. Ik vind dat dan geweldig als je dan een bekroning op je vak hebt, dat je uiteindelijk je eigen collectie hebt. Daar ook gewoon een super collectie hebt staan waar ieder bruidje in kan slagen, van een laag tot een hoog budget. De inspiratie haal ik vandaan uit de bruidjes zelf. Ik luister naar wat de bruiden willen en daarop ga ik ook een collectie ontwerpen. En daar denk ik dat ik ook iets commercieels, maar ook iets exclusiefs heb neergezet. Wat zijn voor jou eigenlijk de ideale bruiden? Nou, voor mij is iedere bruid speciaal. Ik ontwerp zelf en ik heb een collectie hangen. Maar ik kan ook samen met de bruid gaan zitten en samen de bruidsjurk ontwerpen, zodat de bruid in de perfecte jurk trouwt. En ik heb hier voorbeelden in de winkel hangen, maar uiteindelijk kunnen we alles veranderen, zodat de bruidsjurk echt de bruidsjurk wordt van haar dromen. En als een bruid nu aan het oriënteren is, wat zou je haar voor tip kunnen geven? Dat ze vooral bij zichzelf moet blijven en uiteindelijk moet gaan kijken wat haar droomjurk al was vanaf kinds af aan. En uiteindelijk heb je maar één keer de kans om met de juiste bruidsjurk te trouwen. Dus blijf vooral bij jezelf en trouw ook echt in de jurk waar jij jezelf prettig in voelt. We hadden het net over dat je jezelf in een paar woorden zou omschrijven. Je bent romanticus, wat ben je daarnaast? Ik ben ook echt gedreven en als ik iets wil, dan ga ik er ook echt voor 200% voor. En ik vind mezelf van een vakvrouw die gaat voor het allerbeste.